Ik zeg een hele goede morgen. Het is weer tijd om te gaan werken. Vandaag ga ik naar mijn werk met de bus. Ik zeg het is super koud. Of super. Het is nog steeds koud. En ik hou er sowieso niet van als het dan de ene dag aan het regenen is en de andere dag sneeuw. Gewoon lastig. Dus ik zeg op naar de bushalte. 9:30, mensen. En wachten op de bus, niks voor mij. Maar ja, beter op tijd dan te laat, zeg ik altijd. Ik heb mijn eigen beloofd, het is alweer een paar dagen geleden dat ik heb gevlogd. Dat ik vandaag gewoon weer een nieuwe vlogje online ga gooien. Ik zeg blijf kijken en check wat ik vandaag dus allemaal ga doen. Wat ik allemaal grappig vind hier in Nederland is... De ene dag is het volop aan het regenen. De andere dag schijnt de zon. En nu ligt er gewoon weer sneeuw. Oké, ik word even gestoord. Hoi! Die gaat waarschijnlijk ook naar Weijen. Dus ja, hier in Nederland kan dat gewoon. De ene dag zon, lekker temperatuurtje. De andere dag sneeuw. En de andere dag regent het gewoon heel erg. Typisch Nederland. Dan denk je met je goed gedrag van ik kom lekker op tijd. Is de bus weer te laat? Komt jouw bus wel eens op tijd? Laat het even hier in een reactie achter. Yeah, daar komt hij al aan hoor. Kijken, hoeveel chipkaart erbij. Jawel, we gaan. Zitten. Zijn mijn handjes tenminste een beetje warm. Aangekomen in Weijen. Niet te groot, niet te klein, maar wel heel gezellig. Wat ik zelf wel mooi vind aan Weijen is de dijk. Let op, ik laat jullie een stukje zien. Kijk eens wat een mooi zit. Jullie zullen vast denken van Weijen, waar ligt Weijen? 15 à 16 kilometer van Zwolle. Maakt niet zoveel uit, fijne collega's waar ik soms mee kan rijden. Soms met de fiets in de zomer en vandaag dus met de bus. Een hele goede morgen, fijne collega's. Ik zeg hier in Weijen altijd gezellig, dus ik ga werken. Let's go! Ook een keer mijn dagverblijf hier. We zijn al hard aan het leren. Mooie sporthal erbij. En de kapelborg. Let's go. Trabajo. François. Ik ben weer lekker binnen. Huidje weer lekker ingesmeerd. En we gaan lekker aan de slag vandaag. Om te zien moet ik vandaag een enquête afnemen van Lax. Waar ze kunnen zien hoe tevreden de kinderen zijn hier op school en in het onderwijs. Altijd leuk. Ik
Ook al een mailtje gekregen, dus ik kan al zien wat de vragen gaan worden. Aan het begin gaan ze natuurlijk vragen, ben jij een man of een vrouw? Je geboortedatum. Het is heel anoniem. Welke type school volg je? Welke leerweg volg je? In welke leerweg doe je je eindexamen? Ook vragen ze hoeveel lessen er uitvallen. Hoe tevreden ben je over op tijd doorgeven van de roosterwijziging? Hoe tevreden ben je over jouw rooster? Hoe tevreden ben je over buitenschoolse activiteiten? Hoe tevreden ben je over hoe docenten met je omgaan? Behandelen docenten jou met respect? Vind je dat jouw docent goed alles uitlegt? Kan je met jouw vragen terecht bij jouw docent? Hoe tevreden ben je over wat jouw docent van hun vak weten? Dat soort dingen. Even kijken hoeveel vragen. Wow. Maar de leerlingen moeten zo 90 vragen invullen. Allemaal via de computer. Dus dat is... wel makkelijk. Tenminste, gaat een stuk sneller. Nou, uiteindelijk krijgt onze school dus ook gewoon een rapportcijfer. En ben ik best benieuwd, dus ik wacht erop. Oké, ik ben er dus klaar mee. Twee klassen hebben dus de LAX-enquête ingevuld. Volgens mij prima in elkaar hier op school. Ik zeg, ik ga weer verder. En zo zit mijn werkdag er dus weer op. Jongens, vloggen gewoon, het is niet zomaar iets. Het is toch best moeilijk. Dus even een shout-out naar alle vloggers die al een paar jaar bezig zijn. Respect. Alles bewerken, knippen, plakken, filmen, noem het maar op. Er komt meer bij kijken dan dat jullie allemaal denken. Wat mijn vraag eigenlijk aan jullie is... wat zien jullie eigenlijk graag in mijn vlog terugkomen? Ik zeg, laat alsjeblieft een leuke reactie achter wat jij graag ziet. Wie weet ga ik dat binnenkort weer lekker vloggen. En wat gaan mensen denken? Loetje gaat een poolparty geven. Jullie zijn dom. Jullie zijn echt dom. Uiteindelijk gaat iedereen dus denken